Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo schatten, dan is het nu tijd voor de DM van deze week. Hey Jiva, laatst gebruikte ik speed. Toen ging ik naar de wc en ik schrok me dood. Mijn pik was gewoon verdwenen. Of nou ja, hij was ineens 5 keer zo klein. Ik raakte echt in paniek en tegen mijn vriendin loog ik uiteindelijk dat ik geen zin had in seks, want ik schaamde me kapot. Wat is me overkomen? Ja, Thomas, dat is even schrikken, snap ik. Maar jij had last van de welbekende drugspik. Tip 1. Zorg nou dat je altijd een foto van je pik bij je hebt in optimale staat. Gewoon puur voor jezelf om even naartoe terug te keren als je geconfronteerd wordt met je gekrompen willy. En een goede dikpik maken, dat doe je zo. Zoek altijd de juiste hoek. Van onder lijken dingen vaak groter. En denk erom, hou je hoofd buiten beeld. Nou, als je dan tevreden bent, stop die foto dan in een afgeschermd mapje op je telefoon. Het is wel zo leuk als je dan vakantiekiekjes aan het laten zien bent. Dat mensen niet geconfronteerd worden met jouw foto. En ten derde, stuur deze foto nooit, maar dan ook nooit zomaar door naar iemand anders die daar niet om heeft gevraagd. Als je dat wel doet, verander ik jouw pik permanent in een drugspik. Tip 2. Door cocaïne, ecstasy of speed gaat je lichaam in een actiestand. En je verbruikt zoveel energie dat je meer bloed nodig hebt. En hierdoor gaat er dus minder bloed naar dingen als je spijsvertering of naar je penis. En daarnaast vernauwen je bloedvaten, waardoor het bloed dat naar je penis stroomt meer moeite heeft om zijn doel te bereiken. Maar bestrijd je drugspik nooit met erectiemiddelen zoals Viagra. De combinatie van drugs en erectiemiddelen kan namelijk leiden tot hartklachten. En kijk helemaal uit voor poppers. Poppers bevatten namelijk nitraten en die hebben hetzelfde bloeddrukverlagende effect. Dus loop gewoon met een grote boog om erectiemiddelen heen. Want de combinatie met drugs kan leiden tot extreem lage bloeddruk, een beroerte of zelfs een hartaanval. Een kleine drugspik omarmen is beter dan genezen. Tegen mijn moeder altijd. Tip 3. Maar wat nou als je bloedje geil bent en je wil gewoon de liefde bedrijven? Bedenk dan dat seks veel meer is dan alleen penetratie. Ik zou het eigenlijk wel lekker vinden als penetratie een keer geen optie is. En ik ben niet de enige, want maar liefst 80% van de vrouwen die komt niet klaar door penetratie alleen. Gooi je tong in de strijd, dan verhoog je je kans met 25%. En 90% van de vrouwen kan klaarkomen door alleen vingeren. Dus verleg je aandacht naar je vingers en je tong. En speciaal voor jullie heb ik dan ook likles met Natasha. Spreek uit dat je er zin in hebt en vraag om toestemming. Vooral als je voor de eerste keer met iemand in bed duikt, dan kan het helpen om de onzekerheid weg te nemen. Ik heb ontzettend zin om even aan jouw mossel te strelen. Mag dat? Oh ja. Doe een kussentje onder de billen van je partner. Dat is namelijk beter voor de ontspanning en voor jouw nek. Ga nou niet meteen voor de clitoris of de eikel, maar think a little bit outside of the doos. Dus ga er een beetje omheen en bouw het langzaam op. Dan wordt het tijd om je toe te werken naar de clitoris of de eikel. En bij Natas zou ik eerst de schaamlippen wat opzij doen en dan langzaam de clitoris likken. En het kan helpen om de vagina te visualiseren als een klok. En onthoud dan goed de tijdstippen waar je partner goed op reageert. Luister ook goed naar de ademhaling en op de reactie van het lichaam. Wordt de ademhaling heftiger, dan is dat een teken dat je goed op weg bent. Gebruik tijdens het beffen niet alleen je tong, want ook voor seks geldt, combineren kun je leren. Dus steek tijdens het beffen een vinger in de vagina en wrijf met een andere langzaam langs de vaginarand. Hier zit namelijk het grootste deel van de clitoris. Maar bovenal, blijf communiceren. Je partner kan jou het beste vertellen wat diegene lekker vindt. Dus hoe is het daar, Natas? Helemaal goed hoor. Ja. En dat was hem weer. Dankjewel voor het kijken. Thomas, dankjewel voor je vraag. Hopelijk heb je het antwoord gevonden. Volgende week meer tips, meer tricks, nog meer info, nog meer facts. En misschien nog wel meer Natasha.
Heb jij nou een drugs- of seksvraag? DM hem dan naar Spuiten en Slikken. En doe een duimpje omhoog binnen nu en 10 seconden. En ontvang een gratis abonnement op ons YouTube-kanaal. Helemaal voor niks.